Stichting Derde Hans zit nu op een nieuwe locatie. Stichting Derde Hans zit vanaf vandaag in een ander gebouw. Ze zijn verhuisd van de Oude Bergenweg naar een voormalig schoolpand aan de Imkerplaats 38 in Apeldoorn. Wat houdt het in voor de mensen die het nog niet helemaal kennen? Wij zijn een stichting die al sinds 1978 actief zijn. En wij verzamelen tweedehands goederen in voor de derde wereld. En dat woord gebruiken we niet meer, maar het is derdehands daardoor geworden. Wij gebruiken nu ontwikkelingslanden, hè, als aanduiding voor de landen waar onze spullen naartoe gaan. Dus wij krijgen spullen binnen die ook echt weer doorgegeven worden aan aanvragers. We verkopen niks, het wordt echt doorgegeven. En aan wat voor spullen moeten we dan denken? Ik zeg altijd de spullen die je in je dagelijkse leven nodig hebt gehad. Hè? Je kleding, je schoenen, je pannen, je potten, je woningtextiel en keukentextiel, dat soort dingen. De dagelijkse gebruikte dingen die je afdankt, maar die nog wel goed en schoon en bruikbaar zijn. De Stichting Derde Hans is al 38 jaar actief. Eerst als werkgroep en vanaf 1990 als stichting. Hoe is dat gegroeid in de jaren? Nou, het is gegroeid vanuit, ik zeg de naam even, vanuit TNO. Daar werden spullen weggegooid. En toen wist men van, dit kan niet, dit is praktisch nieuw. Daar moeten we iets mee gaan doen. En toen was er vanuit de kerkelijke kant was er contact met landen in de derde wereld. Dat contact is gebleven en de mensen bleven vragen. Dus die hebben spullen in het begin gekregen. En dat is uitgegroeid van technische zaken in het begin, van TNO uit, naar wat ik net opgenoemd heb. Ja. Dus ja, ziekenhuis, uniformen en dat soort zaken kwam er in het begin binnen. En dat werd dan netjes gesorteerd, zoals we nu nog bezig zijn. Maar dat is dus inderdaad gegroeid. Het verzamelen van spullen vraagt al het nodige aan tijd en organiseren, maar het vervoeren van de spullen naar de plek van bestemming is helemaal een klus. En brengen jullie die goederen zelf ook naar de landen toe of wordt dat gedaan? Dat wordt gedaan, want dat zou voor ons niet te betalen zijn, want transport is in het algemeen erg duur. Valt tegen natuurlijk, hè, maar de mensen die dat ophalen en verzorgen, dat transport, nou, daar heb ik echt heel veel bewondering voor, want die mensen moeten heel veel doen om het geld bij elkaar te krijgen. En dat doen ze door middel van lezingen, door middel van dingen verkopen. Ze gaan soms appels plukken, ze gaan soms karweien opknappen. Nou, ze doen van alles en nog wat om aan hun geld te komen. Soms gaan eigen spaarcentjes erin. Ik bewonder die mensen heel erg. De nieuwe locatie waar de Stichting Derde Hans nu zit, is voor de meeste mensen nog even zoeken. Wordt het al gevonden door de mensen? Nou, het is net vandaag de eerste dag dat de mensen ons proberen te vinden. Het is een klein beetje moeilijk. We hebben in onze diverse PR-uiting hebben gezegd van het is het schoolgebouw, het voormalige schoolgebouw achter winkelcentrum De Maat. Ja, en voor sommige mensen is De Maat al moeilijk. En het is nu nog even moeilijk. En met dit soort uitzending bijvoorbeeld proberen we er natuurlijk wat aan te doen. En wat moeten we zeggen? De Maten, dat is misschien wel bekend. En winkelcentrum De Maat wordt ook aangegeven op straat. Dus je bent al een heel eind. En er zijn natuurlijk tomtoms en we hebben kaartjes gestuurd. En we hebben er van alles aan gedaan om de mensen hier naartoe te krijgen. En vandaag is de eerste dag dat men kan brengen, ochtend. En er zijn wel mensen geweest, ze kunnen ons wel vinden. De stichting kan nog wel een aantal spullen gebruiken, maar ook weer niet. En wat hebben jullie op dit moment het hardst nodig qua goederen? Of is echt alles welkom? Ja, alles is welkom. Ja, alles is welkom wat wij natuurlijk, wat ik net uitgelegd heb over dat dagelijkse spul wat je afdankt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook schoolmateriaal nodig. En op dit moment hebben we extra nodig rolstoelen, naaimachines. Ik moet even spieken. Naaimachines, strijkijzers staan op het lijstje. Breiwol en breikatoen. Dat zijn dingen die we extra vragen. En wat we niet vragen, dat zijn tv's, meubilair, prularia. Nou, wat vragen we nog? Videobanden ook niet.
Ik was weer even aan het spieken. Ja. Maar dus dingen die een beetje onzinnig zijn, dat willen we niet. En meubilair is veel te groot om aan te nemen. En dat willen de aanvragers ook niet. Hoe bevalt de locatie er dus weer? Nou, wij zijn heel blij met deze locatie. Dat is een leuke overgang van het ene schoolgebouw naar het andere schoolgebouw. Er werd net al gezegd van het vorige schoolgebouw was iets makkelijker. Er was een lange gang met 4 lokalen. En dit is een iets ingewikkeldere ruimte. We moeten nog een beetje zoeken, maar dat is een beetje een sport aan het worden. Dat is leuk. Kinderen vanaf 4 jaar die vanaf begin maart 2016 in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn een darmonderzoek krijgen, hoeven daarvoor niet meer naar de operatiekamer. Zij blijven op de kinderafdeling waar ze, in een speciaal daarvoor ingerichte kamer, eerst onder narcose worden gebracht en vervolgens het darmonderzoek krijgen. De ouders blijven zo lang mogelijk bij het kind en zijn ook direct aanwezig als het kind wakker wordt. Morgen in de ochtend valt er nog een enkele bui. Daarna is het droog met zonnige perioden en het wordt rond de 7 graden. In de avond en nacht neemt de bewolking toe en kan er laat in de nacht een winterse bui vallen. Het wordt rond het vriespunt. Vrijdag zijn de winterse buien, zaterdag is het overwegend droog en wordt het ongeveer 5 graden.